de dokter toe en die geeft je een pil. En die pil die helpt. Die helpt supergoed. Zodat je weer in staat bent om je pad te vervolgen. Terwijl het misschien juist dat pad is wat je ziek maakt. Stress is een plek waarin je eigenlijk niet meer goed in staat bent om op een daadwerkelijk goede en kloppende manier voor jezelf te zorgen. En waarbij omstandigheden maken dat je vindt dat je maar door moet blijven gaan, pushen, doorzetten, volhouden, terwijl dat eigenlijk niet goed en kloppend voor je is. Wat je juist niet moet doen als je stress ervaart, is pushen, doorzetten, volhouden en maar doorgaan met het idee dat dat de beste en de enige route is om goed genoeg te zijn of bestaansrecht te hebben. Nee, heel hard aan de handrem trekken en stoppen en luisteren. Fysieke klachten die veel voorkomen bij mensen die stress hebben, dat zijn moeheid. Gewrichtsklachten, hoofdpijn, buikpijn, hartkloppingen, benauwdheid kan nog voorkomen. Ik denk dat dat de belangrijkste zijn. Ja, bij een fysieke klacht is het sowieso waardevol om altijd te checken of dat niet daadwerkelijk behandeling behoeft. Dus bij fysieke klachten eerst gewoon een reguliere bril op en eventueel aan een arts of therapeut vragen van oké, kan dit kwaad? Dat is sowieso waardevol. Daarnaast is het ook waardevol om jezelf de vraag te stellen wat je lijf je daar eigenlijk wil vertellen. Dus in dit geval ook, bij wijze van spreken, met je gedachten naar je hart toe te gaan en oprecht nieuwsgierig te zijn en te denken van oké, als mijn lijf hier nou slimmer is dan mijn hoofd, wat zou mijn hart me hier eigenlijk willen vertellen? Mocht je hoofd er dan nog steeds niet bereid zijn om daarnaar te kijken, dan is het waardevol om een therapeut of een coach te vragen om je op die lastige plek te houden, zodat je daadwerkelijk kan gaan voelen wat daar eigenlijk gewild wil worden.